Hallo allemaal, dit is Marieke's Go, jawel. En vandaag gaan we dus naar het Herman Brood Museum, waar een toffe expositie is, jawel. Met Willy de Wiel, allemaal foto's gemaakt door Patricia Steur, Gerard Wessel en Dirk de Jong. Ik ben benieuwd, kom maar mee. Gaat het goed? Ja. Ja, ben je al boven geweest? Nee, hè? Nou, zal ik maar doen. Zo, we lopen nu naar boven. Naar de expositie. We hebben... Leerte. Hallo! Leuk! Nou, ik ga kijken. Maar kijken. Ben benieuwd. Het is hier altijd een genot om te komen in deze kleurrijke wereld van Herman Brood. En ik zie hier echt Erik Nijmeijer. Hallo. Nou, dan zie ik Erik weer, wat leuk! Hallo, lieve mensen. Ja, kom eens even mee, want ik heb gezien wat je hebt gemaakt. Oh, ja. Ja, 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 ik zei dat is een echte Erik Nijmeijer. Ja, dat klopt, er is niks vals aan. Je hebt Willy de Wiel gemaakt. Ja, ik doe normaal nooit mensen. Nee, maar ik vind het echt bestaande mensen. Maar dit moest ik voor Gurrie doen. Gurrie die vroeg me, wil je Willy voor me maken? Ja. Ik zei, nee, dat wil ik niet. En alsjeblieft. En toen zei, nou, oké dan. En toen heb ik Willy de Wiel gemaakt. Ja, maar ik probeer hem wel een beetje in mijn eigen steltje te trekken. Ja. Dus die is mijn wereld ingelopen, kijk maar. Ja, cool man. Ja. Echt heel cool. Nou Erik, jij bent hier dus, je exposeert hier weer eigenlijk. Ja, er staan eigenlijk nog wel een paar schilderijen van mij. Ja, ja, tof. Hey, en je gaat ook nog vanavond zingen. Ja, ik weet nog niet wat. Nee. Maar wel met wie. Ja, ja. Want ze is best wel bekend. Ja, ze is een echte New Orleans dame. Ja. Ik heb net Kampen met haar gespeeld de hele avond, vanmiddag. Dus dat gaan we wel een liedje doen, maar niet zo lang hoor. Nee. Eventjes zondag. Ja. Vanaf daar. Nou, tof. Ja. Tof. Wat zin in. Nou, helemaal goed. Gaan we ook natuurlijk filmen. Hartstikke leuk. Er is één iemand die ik echt super bewonder en dat is Patricia Steur, die dus deze foto's heeft gemaakt. Wat een geweldige vrouw is dat. Nou mensen, ik ben nu bij de jongens achter deze expositie gekomen eigenlijk. Want heel veel foto's zijn van jullie, dacht ik. De fanclub. Ja, de fanclub. 10 jaar geleden zijn we gestopt met de fanclub. Ja. Maar fanatieke verzamelaars natuurlijk van de veelspullen. En ja, Herman en Willy, daar had ik hele mooie foto's van. En ik ben naar Ivo de Lange gegaan. Ik zeg, 10 jaar geleden is Willy overleden. We moeten eigenlijk iets doen. Dus zei hij, wat weet je dan? Hij heeft 2 foto's of zo. Ik zeg, nee, wij hebben veel meer spullen van Willy. Nou, en zo is het begonnen eigenlijk. Als je vanmiddag ook zag hoeveel oud-fanclubleden er waren uit Duitsland, uit België, hier uit Nederland. Ja, het is fantastisch. Ja, gaaf. Het is hartstikke mooi als je in Nederland op de schouder slaat en zeggen van nou, dat was hartstikke leuk. Ja, dit is toch fantastisch. Dat doet dat voor. En we hebben een van de achtergrondzangers, Donna Weiss, die speciaal overkwam uit New Orleans. Om het te openen, maar ook voor het concert dat we vanmiddag gehad hebben. Ja. En ja, nou stond ze op de voorgrond en dat was... Trubia. Ja, super. We gaan zo van de genieten weer. Ja, helemaal goed. Ja, nou, bedankt hè. Ik zie alles dan over. Yes. Hallo. Wat mooi, jou toch? Goed zijn. Hi. Ja, leuk. And therefore it's an incredible pleasure to talk today with this beautiful lady, Donna Weiss. Did I say Weiss again? It's Donna West. I specifically heard it. Yeah, that's true. It was Weiss too. It was Weiss and now she's West, whatever. The main reason we're here, Willy de Wiel, the exposition here. And on YouTube I saw as a comment on their song that you did, Bridge Over Troubled Water, which you did in Karlsruhe with him, that you said you worked 11 years with him. Yes. This all started in the period with Victor Mixer, is that correct? Yes. Yeah. Yes. How did it came about? Well, in 1988, Willy was in New Orleans. He stayed in New Orleans for quite a few years. Mm. And he was interacting with some of the musicians there. One of the musicians, well, a big time producer, Alan Toussaint, I'm sure you all heard about him. He, Willy worked with him on a project, which was Victory Mixture. And he wanted some backup singers. And I'd worked with Alan as a teenager. He's my protege. So I started recording with him when I was like 15 years old. And so he used to recommend us when people came to do
albums in New Orleans if they needed singers. Myself, my cousin, and my aunt, was actually three of us. He would always recommend us to sing background. And so Willie wanted some backup singers, but he only needed two, which myself and my cousin. And so we went to the studio and we saw this guy with this long black hair, and I was like, wow, who is this guy? When I was a teenager, you know. And he was so nice and so sweet, and he told us what he wanted to hear, and we sing it, and he was like, oh my God, y'all have voices like angels. And so ever since we recorded for him, he was like, I'm gonna have to take y'all on the road with me. And we were like, sure, we'll go. So 5-6 years later, we were on the road with him. But he was always he's always been a sweet person. There's nothing, I mean, if anybody knows Willie personally, they know that he was a genuinely sweet person. A romantic. Yes, yes, he was, yes. You can tell by the beautiful songs he wrote. When you reach the broken promised land, across the borderline. Yet you stay just across the borderline. Let's do it one more time. Yet you stay just across the borderline. Nou mensen, het feestje gaat nog even door zoals jullie zien hierachter. En het was helemaal fantastisch bij het Herman Brood Museum. En natuurlijk heb ik Patricia Steur in levende lijven mogen ontmoeten, wat ik gigantisch leuk vond. En natuurlijk die Erik Nijmeijer en die prachtige mooie zangeres uit New Orleans die je nu hoort zingen. Echt fantastisch was het. Nou mensen, tot de volgende keer. Doeg! Lisa. Die liebensvolle, also wirklich. Die Stadt. Das ist wirklich schön. Ja, schön, ne? Eine wunderschöne Stadt. Wirklich. Das Hermann Brood Museum ist auch sehr schön. Also das ist es. Das ist es, ja. Das ist schön. Ja. Das ist es.